Mijn naam is Paul Zaat. Ik ben sinds mijn jeugd speler hier van de club. Nog steeds, bij de oudjes weliswaar. En daarnaast ben ik vader van twee jongens. Eén daarvan speelt hier ook bij RKHVV. En daarnaast ben ik ook sponsor van de club. Ik ben lid, dus moeten we heel lang nadenken hoe lang ik lid ben, want ik ben, ik denk dat ik 45 jaar lid ben. Dat is een hele mooie tijd. Ik ben hier terechtgekomen, mijn ouders hadden slagerij. Mijn vader die had eigenlijk liever dat ik ging paardrijden, want die was fan van paardrijden. Maar goed, vriendjes bij mij in de straat die gingen allemaal voetballen. En ik ging zelf ook liever voetballen en ik ben begonnen op het oude sportpark, de Roosendaal. Dat was mijn start, stond ook de oude tribune en nostalgie. Later is het terrein verplaatst hier naar de Blauwenburg. Als ik RKV als club zou typeren, dan denk ik aan een warme club. Ik denk wel, ook wel aan een ambitieuze club. En ik ervaar het ook wel als een club met veel samenhang. Ja, een warme club. Je kent heel veel mensen. Je ziet gewoon, je wordt goed opgenomen. Mensen worden goed opgenomen binnen de club, lijkt het. Tenminste, je ziet dat als er nieuwe mensen bijkomen, dat ze ook goed opgevangen worden. En daarnaast, ja, zeggen, ik voetbal hier al zo lang. Je kent zoveel mensen. Je ziet generatie op generatie. Het mooie is eigenlijk ook wel een beetje. Je ziet, de oude generaties nog aan de bar. Ine met de balletje gehakt. Maar je ziet ook weer kinderen van kinderen in de vereniging komen die ook hier weer komen sporten. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel mooi om al die generaties door elkaar te zien. Hoe ervaar ik de afgelopen periode? Hoe wordt die ervaren? We hebben, ja, 2020 was voor niemand een leuk jaar. Helemaal niet. Alles ging op slot. Corona. Veel mensen overleden, ook heel veel economisch leed, maar ook sportief leed, zeg maar. Dus ja, het is zeker geen leuk jaar en ja, hopelijk kunnen we dat volgend jaar achter ons laten en langzamerhand weer ja, een stip op de horizon zetten, zodat we weer meer plezier in elementen van het leven krijgen. En daar hoort sport ook bij.